Welkom bij een nieuwe aflevering van Den Haag Frontaal. Sinds de goudprijs omhoog is gegaan, komt het steeds vaker voor dat vrouwen worden beroofd op straat van een ketting. De politie start een campagne. En het oudste buurthuis van Nederland staat in de Schilderswijk. De Mussen bestaat 85 jaar en nou moet er bezuinigd worden. En niet zo'n klein beetje ook. Voor veel stadsbewoners komt de bloemkool uit de supermarkt. En komkommer halen we op de markt. En druiven die haal je gewoon met een groenteboer om de hoek. Heel veel mensen hebben geen enkel idee meer waar die groenten nou eigenlijk precies groeien. En wanneer wordt alles geoogst? Om weer een beetje voeling te krijgen met de natuur en met hoe het allemaal gaat, is er een eetbaar park ingericht, midden in Den Haag. Eetbaar park is een kunstproject van de Engelse kunstenaar Niels Norman. En dat heeft hij bedacht om permacultuur, dat is een hele bijzondere vorm van moestuinieren, om dat te testen in de stad. Hij wil testen wat dat kan betekenen voor de inrichting van onze steden, van hoe we ons eten verbouwen en hoe we omgaan met de groene ruimte in de stad. We hebben rondom een fruitboom allerlei planten neergezet in een kring. We zien hier kruiden staan, de rode snijbiet hier, pompoen en spitskool, een rode kool. Permacultuur is dus een veelzijdig systeem voor voedselproductie. Waarbij je al op hele kleine oppervlakten tot grote seizoensbrede productie kan komen. Dat kan van een balkon zijn, dat kan een achtertuintje zijn. Zelfs verticale muren kan je ermee doen. Er zijn steeds meer kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Niels Norman, die niet alleen in musea en galeries aan de slag willen, maar die hun idealistische ideeën ook in de praktijk willen brengen. En allerlei groepen in de maatschappij daar kennis van willen laten maken. En daar is Eetbaar Park voor bedoeld. Nou, we gaan nu het paviljoen binnen. Dat is een belangrijk onderdeel van het project. Het is de ontmoetingsplek waar mensen informatie over het project kunnen krijgen, schoolklassen ontvangen kunnen worden. Maar het is ook de schuilplek, de verblijfsplek voor de vrijwilligers die in het paviljoen en in de tuin werken. Nou, het is een duurzaam gebouw, dus dat betekent dat het zo gemaakt is dat het nadat het project is afgelopen, en dat zal een vijftal jaren gaan lopen, dat het na die 5 jaar praktisch zonder spoor na te laten verdwijnen kan. En alle materialen zijn bijna herbruikbaar of composteerbaar of heel goed te verwerken tot nieuwe producten. Dit is de splijtkool. Die kan 15, 20 jaar oud worden. Je kan de jonge blad kan je prima in je sla doen. De wat oudere blad kan je wokken. Je kan er zuurkool van maken. En het mooie van deze plant is dat hij elk jaar tot 40 van die scheutjes geeft, zoals hier er eentje. Ik zal hem afbreken. Nou, die zet je in de grond, dat gaat weer groeien en geeft weer nieuwe schoten. Vandaar dat die eeuwige moes genoemd wordt. Dit is de framboos, de gele framboos. Die doet het nu laat nog goed. Het is nu begin november. En iedereen kan er op deze manier zien hoe dingen groeien en bloeien, maar kan er ook zelf actief aan deelnemen. Vrijwilligers kunnen hier komen tuinieren. Je kan hier een middag komen werken als je zin hebt. En als dank krijg je dan een zakje met raapstelen of verse groenten en fruit mee naar huis. Alles en iedereen moet gaan geloven. We moeten bezuinigen. En dus ook buurthuis De Mussen in de Schilderswijk. Maar soms is dat wel heel zuur. Buurthuis De Mussen bestaat al 85 jaar en de gemeente Den Haag heeft net heel veel geld gestoken in een enorme verbouwing. Nou staat er straks een prachtig gebouw, maar is er geen geld meer om er dingen in te organiseren? De sporthal, deze wordt ontzettend veel gebruikt door kinderen en door jongeren, door vrouwen. Nu wordt die dus verbouwd, maar die functie blijft hetzelfde. Het is een van onze meest gebruikte lokalen. Het is natuurlijk heel belangrijk in een wijk als deze dat jongeren sporten, want daar leren ze heel veel van. Ze leren discipline en in een team spelen en omgaan met verlies. Ze kunnen hun energie kwijt. We zijn natuurlijk heel blij dat we zo'n mooi pand krijgen, maar dadelijk staat het hier leeg. We hebben een mooi pand waar te weinig in gebeurt. En we hadden het geld liever in hand gehad om activiteiten voor kinderen en hun ouders te organiseren. Nou, we komen nu in het nieuwe gedeelte. Dus kun je zien hoe mooi het hier is opgeknapt. We hebben het laten inrichten door een bureau wat ook de stad Schouwburg heeft ingericht. Dus het is echt mooi. Let goed op, hij gaat dat in slow motion doen. Let op. Let op mijn reactie. Komt-ie. Ja, doe maar. Haagse Hip-Hop Centrum, Stichting Aid in De Mussen. Start weer de lucht.
echt zoveel ouders, ja, net als ik. Die zei, je ziet het gewoon dat echt heel veel kinderen hier komen voor de activiteiten, ja, en voor de knutselen, ja, wat dan ook. En ze blijven ook niet zoveel thuis, zeg maar. Ja. Dus ook goed voor de ouders en ook goed voor de kinderen. Ja. En ik vind dat ze echt vooruit is gegaan met haar Nederlandse taal, met de sociale activiteiten, met de kinderen omgaan. Als Stichting Moeder en Dochter hebben we hier praatgroepen, voorlichting, koffieochtend. Ja, Nederlandse les ook. Dat is een stichting voor moeders die uit het isolement komen. Dus om die moeders te laten emanciperen hier in de maatschappij, gewoon in Nederland. Ik heb deze stichting opgericht omdat die mensen kunnen niet... Ze beginnen in een goede plek, in een bekende plek, waar ze moeten verzamelen voor de taal, voor de bijeenkomst, voor de voorlichting. En toen ik heb deze stichting voor de vrouwen bouwen ook. Want wij zitten al jaren hier bij de mussen. En als de mussen zouden moeten sluiten, zouden de vrouwen gewoon allemaal teruggaan naar de isolement. Zouden ze allemaal ziek worden. Mag ik kijken? Nou, en hier is de computerzaal. Hier worden overdag computerlessen gegeven aan de volwassenen. En 's middags na school zitten hier dus jongens. Het is gewoon één grote familie, zie ik het. Gewoon allemaal jongens van de buurt, meisjes, verschillende culturen. En ik zie dat allemaal als één familie. Weet je. Ja, als de plannen doorgaan zoals ze nu zijn gepresenteerd, dus nu 7,7% bezuinigen en volgend jaar nog eens 20-30% erbij, dan stopt het gewoon ons werk. Wat zou dat betekenen voor de werk? Nou ja, dat betekent dus dat al die kinderen die jullie vanmiddag hebben gezien, de vrouwen die hier overdag komen, dat daar geen activiteiten meer voor zijn. En dat is heel erg in een wijk als de Schilderswijk. Camera loopt, actie. Welkom bij Krachtvoer. Superman, Spiderman, Batman en natuurlijk Rembrandt zijn allemaal superhelden. Wij gaan vandaag kijken wie welke superheld heeft. Heeft u een held? Ronaldo Overman. En die is werkzaam namens de gemeente in de speeltuin op het Hannemanplantsoen. Ik ben hier de sterke man. Omdat hij zeker zorg draagt voor de kleine kinderen. Ja, hallo lieve jongen. Hallo. Hij verdient absolute aandacht als held. Ik vind hem lief. Hij is altijd aardig. Ik weet natuurlijk om te gaan met jongeren natuurlijk. Omdat hier een krachtwijk is. En dan worden die aangepakt. En alles wat ze zien moeten ze met rust laten. En respect voor anderen, respect voor hunzelf. Ik kom ook hier 's nachts. 1 uur. Net als een politieman. Maar ja, ik krijg geen bonje, want ze kennen mij wel. Ik weet ze aan te spreken. Ja, je hebt een paar die me gaan uitschelden, maar... Hij luistert wel. Doet hij veel voor jullie? Spelletjes en de mensen die stout doet, dan gaat hij je weghalen. U bent idool van Ron. Heeft u zelf een idool? Ja. Shakira. Hi. Hi. Barack Obama. Dit is mijn held. Daily Cake. Nee. Ze wil niet. Ik heb een leidinggevende die ik als een idool ziet. Weet je, want door hem ben ik naar de HBO gegaan. Want ik dacht van, ik als oude lul red ik niet. Waarom is je broer je held? Als ik iets pijn heb, dan gaat hij maar redden. Jullie zijn er altijd voor elkaar. Ja, tuurlijk. De enige superheld is God. Iedereen heeft zijn eigen held. Zo zijn Barack Obama, God. Broers, familie, allemaal helden. Dit was Krachtvoer. Tot ziens. Hoi hoi, dag jongens. Tot morgen. Er moet snel wat gebeuren, vindt de politie. Het is de laatste tijd veel voorgekomen dat jongens op klaarlichte dag vrouwen kettingjes afrukken. Laatst zelfs bij kinderen. De politie wil een campagne starten. Die kettingjes worden ook aangeboden bij juweliers. Er moet een einde aan komen. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Ja, ik had boodschappen gehaald bij de Lidl, de hoefkade. En toen ben ik naar de benzinepomp gegaan om de krant te halen. En toen ben ik zo het Kaapseplein opgelopen en zo de Bejuvenstraat ingelopen. En verderop pakte hij me aan de achterkant. En wat deed hij? Hij pakte me zo in mijn nek. En toen trok hij met zijn ene hand mijn ketting af.
De zaak van deze mevrouw staat niet op zichzelf, heb ik begrepen. Nee, die staat helaas niet op zichzelf. We hebben de afgelopen periode, en dat is toch de periode van april tot en met november, te maken gehad met tientallen mensen die slachtoffer geworden zijn van kettingrovers. En heeft u enig idee waar het opeens vandaan komt? Nou goed, het is duidelijk dat als je kijkt naar de goudprijs op de wereldhandel, dan is die behoorlijk gestegen de afgelopen jaar. En kennelijk is dat erg lucratief om dan je gouden ketting in te wisselen voor eigenlijk geld. Is er iets bekend over de daders? Nou, het dadersbeeld is vrij uiteenlopend. Het gaat wel, voornamelijk gaat het eigenlijk om jonge jeugd, variërend van de leeftijd zelfs van 12 tot 25 jaar. Hoe lang woont u al in de Schilderswijk? Ik heb 25 jaar lang in de Robbenstraat gewoond en 17 jaar hier. Nou. En u bent nooit eerder bang geweest? Nooit van zijn leven. Ik ging 's nachts zelfs met de honden, want toen had ik ook honden in de hond. Gewoon een rondje, de honden uit laten. Nooit bang geweest, nooit. En nu wel? Nu wel, ja. Ja. Ik krijg ook een angst als ik naar buiten blijf of mijn keel weer geknepen wordt. Deze mevrouw durft de straat niet meer op. Is dat wat u van meer slachtoffers hoort? Ja, we weten dat zeker als je slachtoffer wordt van eigenlijk welke straatroof dan ook, dat heeft een enorme impact. En het is ook wel goed om dat onder de aandacht te brengen. En toen vroegen ze ook in de Heemstraat van wil u slachtofferhulp? Ik zei nee, dat heb ik niet nodig. Zo zeg ik nog zo. Nou, zegt ze dan niet. Maar ja, daarna, dan ga ik pas voelen. Want ik durf niet alleen naar buiten. Ik denk, er is iets niet goed natuurlijk. Nu wilt u een campagne starten, heb ik begrepen. Ja, wij willen echt kettingrovers op geen enkele manier kans geven. Maar we willen ook heel nadrukkelijk een oproep doen, met name als het gaat om de winkeliers, juweliers en degene die goud innemen. Want ook wij vinden dat zij een hele belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om zeker daar waar ze eraan twijfelen, die informatie ook rechtstreeks door te spelen aan de politie. Bovendien zijn ze ook wettelijk verplicht om degene die goud in komt leveren ook naar de identiteitspapieren te vragen. Als het gaat om jongeren en met kettingen die mogelijk toch niet door hun bekostigd kunnen zijn, dan moet gewoon de alarmbel gaan rinkelen. En dan moeten ze daar geen twijfel over hebben. Hoopt u dat ze de kettingen nog terugvinden? Ik hoop het wel, ja. Want er zit een munt van mijn kleinkinderen wel natuurlijk, maar ik heb daar weinig hoop op hoor. Ik denk niet dat dat ooit nog gebeurt. Ik ben Annie Jangangier, voorzitter van vrouwenvereniging ASRA in Transvaal. Wij opereren stedelijk. In het kader van eenzaamheidsbestrijding organiseert ASRA iedere vrijdag al haast 15 jaar eenzaamheidsbestrijdingsbijeenkomst in buurthuis Barrio in de Kokstraat. Bent u ook die ene persoon die zich eenzaam voelt? Komt u ook naar buurthuis Barrio iedere vrijdag in de Kokstraat nummer 175 van 1 tot 3 uur. U bent van harte welkom. En dat was het dan weer. U kunt ons terugzien op het gemeentelijk YouTube-kanaal of op onze eigen website denhaagfrontaal.com. Daar vindt u ook informatie over de rest van het programma. Volgende week, 22 november, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan. Daag!